Raj Jagannath Singh en Stephen McAndrew zijn vanmorgen door de president Desi Bouterse beëdigd als de nieuwe leden van het onafhankelijk kiesbureau OKB. In het kader van de komende verkiezingen in mei 2020 is de voorzitter van het OKB op 9 februari krachtens de kiesregeling herbenoemd, memoreert president Bouterse. Het staatshoofd zegt dat het OKB een continue taak van supervisie op de verkiezingen heeft. Daarom was de benoeming van de voorzitter noodzakelijk om op tijd goede verkiezingen voor te bereiden en de komende verkiezingen in de juiste banen te leiden. In dit verband heeft de regering ook besloten het bestuur van het OKB te completeren met de benoeming van deze twee nieuwe leden. Met deze beëdiging wordt eveneens voldaan aan het gestelde in de wet om het onafhankelijk kiesbureau dat als toezichthouder fungeert tijdens de verkiezingen op tijd in place te hebben. Trouwens, zoals u weet, is het toezicht van het onafhankelijk kiesbureau gebaseerd op de fungerende wettelijke regelingen waardoor haar onafhankelijkheid gegarandeerd blijft. In tegenstelling tot wat velen denken, is de bemoeienis van de regering beperkt tot het faciliteren van de organisaties van de verkiezingen en het verstrekken van financiële middelen voor het houden van de algemene, vrije en geheime verkiezingen. McAndrew is voorgedragen door de VSB en de ASFA ter voorziening van de vacature van het gewezen lid Ferdinand Welzijn, terwijl Jagannath Singh in de plaats treedt van het gewezen lid Reina Chuntaksen Waaldrink. McAndrew geeft aan dat er vanuit de VSB geen bemoeienis zal zijn ten aanzien van zijn functioneren. Zijn bijdrage als lid zal zich beperken tot het toezicht houden, zodat de verkiezingen vlot verlopen. Want ik denk dat Suriname toch wel in staat is geweest om goede verkiezingen te houden in de afgelopen periode. En ik verwacht dan ook dat ook de komende verkiezing goed en richtig zal verlopen. De capaciteit is opgebouwd. Er is een voorzitter die toch al meerdere verkiezingen heeft geleid als voorzitter van het onafhankelijk kiesbureau. Dus de ervaring is er ook. En ik denk dat als nieuw lid we zeker zullen bogen op de ervaring van de voorzitter, maar ook andere leden van het onafhankelijk kiesbureau. Wel, als lid van het onafhankelijk kiesbureau zal ik zeker proberen mijn bijdrage te leveren dat dit feit zo blijft en dat de naam van Suriname voor wat betreft het houden van verkiezingen toch hoeft blij wordt gehouden. Vanuit de VSB enzovoorts kan ik niks doen, want het besef is dat ik nu lid ben als onafhankelijke lid van het onafhankelijk kiesbureau. Dus er komen geen instructies van die zijde. Het is gewoon een persoonlijke bijdrage om een richtig verloop van de verkiezingen te helpen bewerkstelligen. Stephen McAndrew. Hij is vanmorgen samen met Raj Jagannath Singh beëdigd tot lid van het onafhankelijk kiesbureau. De beëdiging vond plaats op het presidentieel paleis.